Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we vissen en we gaan vis vangen. Dat is ook leuk om te weten. Ik ben hier met Xander, maatje van me, en we zijn hier in Frankrijk op een meer wat we op dit moment even helemaal voor onszelf hebben. Er zit hier, het is eigenlijk een karpermeer, maar er zit hier ook heel veel roofvis. Hierachter zie ik al de hele tijd roofvis springen, daar in die baai ook. Dus we zijn lekker bezig. Laten we niet te lang hiermee doorgaan en gewoon gaan vissen. Want we zijn pas aan het begin van de dag. We hebben echt een flink wat tijd uitgetrokken om hier te gaan vissen. Er zit veel snoek, er zit veel baars. Dus laten we gewoon gaan vissen en we zullen zien wat we vangen. Xander die is hier lekker baarsjes aan het vangen, terwijl ik op de snoek ga. Even kijken hoe groot dat deze is. Even zo. Ja. Oh. Oh, doe jij maar. Jij bent hier beter in. Ja, 16 centimeter. Want eigenlijk moet je die staart nog vastdrukken, maar dat lukt niet met één hand. Zo. Hij is 16 centimeter. We hadden net al een 18 centimeter. Maar het gaat vrij goed hier. Zo, dan mag jij weer lekker zwemmen. Nou, inmiddels al 3 visjes erop zitten. Eigenlijk allemaal gevangen met dit aasje hier zo. Ik moet alleen maar even haakje goed doen. Ja, even het haakje goed doen. Nou, prima zo. Maar dit is een soort klein visje met een blinker. 10 gram, best wel lekker gewicht. En ik zie daar al andere vissen springen. Dus we gaan snel door met vissen. Deze is 17,5. 15. Er liggen hier best wel wat bomen in het water. Daarom dacht ik dat ik van deze cicade, dat is een soort kever. En die drijft mooi. Ik kan gaan vissen. En nu heb ik dit baarsje, een centimeter of 14, 16. Ik heb nu even vast omdat ik net een haakje heb. Maar Xandi die vangt net deze grote, ik denk een voren. Misschien een rood bij, zoiets. Ik kom er ook niet helemaal bij. Wat het nou is hier. Ik denk even klopt echt. Jawel. Ja, we gaan hem even meten. En dan zetten we hem weer terug. Maar dit vangen we dus ook gewoon op een blinker. En als ik één ding kan zeggen, is dat dit niet iets is wat op een blinker hoort te klappen. We gaan hem even meten en zetten hem terug. Nou ja, de onbekende vis is 23,5 centimeter lang. Het is jammer dat we dus niet weten wat het is. Want het lijkt een ruisvoren, maar dan met hele bleke vinnen. Waardoor het misschien ook weer geen ruisvoren is. Nou goed, we gaan het terugzetten. Nou, de vis die we net hebben gevangen, die ik hiervoor liet zien, was blijkbaar een rietvoren volgens Vissengids. Dat is een app die ik heb, die me zegt welke vis ik voor me heb. Een rietvoren van 23 centimeter, mooi formaatje. En we hebben nu weer, heeft Xander weer een baars gevangen van 16,5 centimeter. Die gaan we ook weer terugstoppen. En dan toch allemaal nog steeds met dit ene visje net uit de plaatselijke dierenwinkel gekocht. Hier op vakantie. Ik doe het toch best goed. Xander die heeft hier een baars gevangen nog van even 22 centimeter. Xander, dus we gaan hem nu terugzetten. Dan het water en een vriendelijke vriend en dan go.
En met die vis gaan we deze video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Hierzo en hierzo heb je 2 eerdere video's van me. En hierzo kan je nog even abonneren. Tot volgende week. Laters.